Het gematigd met gematigd optimisme stellen de VSB, ASFA en de Vereniging van Winkeliers het op prijs dat de regering bereid was en informatie te verschaffen. Deze organisaties, verenigd in het platform van overleg, zijn vanmorgen op het paleis door de president ontvangen om geïnformeerd te worden over projecten die invulling moeten geven aan het stabilisatie- en herstelprogramma van de regering. De voorzitter van de VSB, Brian Renten, stond de pers te woord en gaf aan dat er vandaag meer informatie is verstrekt dan waar ze de afgelopen periode om hebben gevraagd. Dus vanuit dat aspect zeggen we dat het nuttig was. Het is wel duidelijk dat uit de discussies is gebleken dat nog een heleboel zaken onvoldoende zijn doorgedacht. Dat er nog veel meer afstemming en discussie en onderhandeling nodig is alvorens de projecten die de overheid voornemens is uit te voeren ook daadwerkelijk in uitvoering kunnen worden genomen. Ons is toegezegd dat we heel snel een vervolgafspraak zullen hebben met die overheid om onze zorgpunten verder te bespreken. Ons is toegezegd dat onze input zal worden meegenomen. We hebben een aantal brieven eerder gestuurd naar die overheid, waarbij we ons commentaar op de energietarieven hebben gegeven, waarbij wij voorstel hebben gedaan aan de overheid om een monitoringscommissie in het leven te roepen die moet toezien op de juiste uitvoering van het IMF-akkoord. Renten zei verder dat indien de overheid zich aan de gemaakte afspraken houdt, het platform de verdere discussie zal aangaan en input zal geven. Renten geeft aan waarom de organisaties gematigd optimistisch waren. Optimistisch dat de overheid nu daadwerkelijk van plan is om dialoog aan te gaan. Want tot op heden waren wij daar niet optimistisch over. En we waren bijna op een punt gekomen waar we zeiden van oké, we hebben het geprobeerd. Ik denk dat dialoog nu niet meer mogelijk is. Ze hebben in ieder geval nu een eerste stap gemaakt. Ik mag u verklappen dat we oorspronkelijk waren uitgenodigd voor de vorige week. Daar hadden we voor afgezegd. We hadden gezegd we gaan niet komen als we alvorens we geen antwoord hebben gehad op ons schrijven. Dat is daar naartoe gezegd en inderdaad daar hebben we een eerste gesprek over gehad. Dus de eerste stap. Even afwachten hoe dat verder zich gaat ontwikkelen. Men heeft een aantal projecten gepresenteerd en een aantal maatregelen. Het is nog onvoldoende doorgerekend wat het effect is. Dat is een van onze opmerkingen. We begrijpen dat die maatregelen moeten worden genomen. Wat is het effect? Hoe lang? Wat is de impact? Onze mening is dat een deel van die koersontwikkeling is ook onzekerheid. En dat leidt tot speculatie. En wil je onzekerheid weghalen, moet je transparant zijn en moet je plannen voorspelbaar zijn. Dat hebben we wederom kenbaar gemaakt. Hebben we inhoudelijke discussie daarover gehad. En de reactie van de overheid is dat ze serieus rekening houden met onze inzichten. Aldus Brian Renten, voorzitter van de VSB. Deze organisatie was vanmorgen samen met de ASFA en de Vereniging van Winkeliers de eerste groep die door de president ontvangen is voor de presentatie van enkele projecten die invulling moeten geven aan het stabilisatie- en herstelprogramma van de overheid.